weer even lekker de boel verstoren. Dit is de schade. Ik heb een ijsje nodig. Je hebt een ijsje nodig. Ja. Laten we zien. Niet doen, Ilijn. Hoi, het is vandaag dinsdag en normaal gesproken begin ik de vlog helemaal niet op dinsdag. Alleen nu leek het me wel leuk om wat dingetjes te filmen. Want ik ben net naar de intratuin geweest. En ik had heel toevallig gisteren op Instagram had ik gevraagd wat jullie meer terug willen zien in de vlogs. Of wat jullie een beetje missen. Daar kwam echt heel veel uit van interieur, tuindingetjes, koken, eten, alles dat maar een beetje bij de normale dagelijkse dingen hoort. Ja, dat wilden jullie heel graag terugzien, of in ieder geval de meeste van jullie. Dus ik dacht, ja, ik ben vandaag bij de intratuin geweest, dat heb ik niet gefilmd, maar... Kom je even lekker de boel verstoren. Hè? Maar ik heb nu wel alles hier voor me staan. Ik had ook niet verwacht dat ik zoveel zou halen. Want vanochtend heb ik dus het zwembad schoongemaakt, de tafel schoongemaakt, even een beetje de tuin... klaargemaakt als het ware voor de hele lente en zomer. De tegels heb ik het groene alg een beetje vanaf kunnen halen. Dus ik dacht, ja, ik heb gewoon zin om naar de intratuin te gaan en jullie mee te nemen in het decoreerproces. Davy, stop daar eens mee. Zit hier mijn plant te vernachelen. Davy, hallo? Nee. Kom maar. Vind jij de plant zo leuk? Ja, maar die is niet voor jou, oké? Okay? Zo'n grasplantje voor ze gaan halen. Ja, dus ik ga de tuin even een kleine make-over geven. Ik heb al wel aardig wat spullen gehaald. We moeten alleen nog een hele grote plantenbak voor bij het gras krijgen. Maar dat komt pas over 15 werkdagen. Dus dat duurt nog wel even. Maar goed, de rest kan ik wel gewoon aanpakken nu. Dit is de schade. En hierachter nog wat dingetjes. En hier op de trap had ik ook wat. Oh ja, dit is trouwens voor het hout van de tafel. Deze ook, want dat wil ik weer een beetje ontgrijzen. Deze komt op de tafel te staan. Zo ziet het er nu uit. Die bloemen gaan even weg. Dit moet nog een beetje opgeruimd worden. De mini makeover. Ik ga nu even snel Ida halen, want die is bij een vriendje aan het spelen. Nee, ik heb dat zakje voor jou. Dat zakje is voor jou. Dat zakje die mama heeft. Maar heb je het zakje van mij? Ja, er moet nog wat in hoor. Oh, dank je. Kijk. Okay. En jij moet deze en nog deze. Joejoe. Wat heb je? Oh, hij is weer nieuw. Of is het een nieuwe? Voor de mensen die het gemist hebben. Oh ja. Yeah. Maar het heeft hem opgestuurd. Hoeveel was je nou kwijt? In ieder geval minder dan een... Ja, je mag hem nu eten. Een soort van herstelde versie. Ja, ze noemen het een replacement. Maar zoals ik het zo zie, heb ik gewoon een... Zo goed als nieuwe gekregen. Volgens mij een nieuwe. Ja. Ja, het was een dure grap. Ik ga mijn slipper gaan. Ja. Hoi. Mooi! Lijkt wel een pizza. Vind je het mooi? Dit is mooi! Mooi! Dit is mooi! En Janee, mooi, mooi! Heel mooi! Heel mooi! Deze, die, en dan heb ik daar ook nog wat dingetjes. Allee! Ja, ik wist nog niet een goede plek hiervoor hoor. Nee, de plek is prima, alleen... Het is nep, hè? Echt? Ja. Oh, dat is perfect. Dat was net zo gaat wel. Ja, dit is wel pampas gras, ja, maar dit is nep. Ja, maar dat is juist goed. We hoeven er niks aan te doen. Mooi zwembad, mooi school. Ja, daar moet je daar achter nog even kijken. Klein beetje veranderd. Ik wil nog iets van bloemetjes of pampas. Ik denk dat kleedje prima hier kan. Alles is voor de zomer alleen, hoor. Ja, maar ik vind het juist wel mooi clean zo. Ja, maar dan kan je met blote voeten ook gewoon. Ja, dat is waar. Maar hier wil ik nog... Daar wil ik nog iets van pampas of zo in. Of bloemetjes, gedroogde bloemen misschien. Ja. Even kijken. Stenen opruimen, even netjes maken. Ja, daar moeten nog wat steentjes bij.
Maar verder is het, het onkruid valt ook echt wel mee. Ja, maar dat komt straks alweer. Ja. Ja, we moeten het netjes halen. Helemaal prima. We hoeven niet op vakantie te zitten, hè? We zijn allemaal op vakantie, weet je wat we zijn? Ibiza. Morning, het is vandaag alweer woensdag en vandaag... Ja, Janae die zeurt al de hele ochtend om een ijsje die ze gisteravond niet mocht. Dus ik zei van nou, dan mag je die vandaag. Maar ja, dat gaan we natuurlijk niet zo vroeg al eten, Janae. Hè? Vandaag ben ik met haar thuis. Nee. En wie komt er vandaag? Tante Manon. Nee, tante Jorien. Nee. Ja. Nee. Oh, lekker in de tuin zitten. Maar goed, eerst even wat aan dit gezicht doen. En dan gaan we zo lekker beginnen met de dag. En eerst even wat koffie. I need it. Mama heeft koffie nodig. Roze ijsje. Jij wil een roze ijsje? Ja, ik heb een ijsje nodig. Jij hebt een ijsje nodig? Ja. Ijsje. Heb je je outfit al laten zien wat je vandaag... Je hebt uitgekozen met je hakken. Nee. Nee. Het enige waar je nu aan kan denken is een ijsje. Ik heb een ijsje. Ja. Ik heb trouwens de barista coconut gevonden. Deze heb ik gekocht bij de Albert Heijn hier in Lelystad. Maar ik weet alleen niet of ze ook al bij Jumbo zijn. Maar in ieder geval bij de Albert Heijn. En kijk hoe lekker die schuimt. Echt perfect. En hij is heel lekker qua smaak. Heel veel mensen vroegen ook weer... of ik mijn huidige make-up routine wilde delen. Dus dat ga ik dan nu maar eventjes doen. Normaal gesproken, na mijn normale verzorging van mijn huid, doe ik dan meestal de Comforting Anti-Rimple. Deze, die heb ik ooit gekregen van een kennis. En die gebruik ik eigenlijk 's ochtends en 's avonds. Alleen omdat het vandaag wel zonnig gaat zijn, gebruik ik nu eventjes de Charlotte Tilbury. Dit is hem. En daar zit een SPF 15 in. En dan doe ik daarna mijn foundation op. En die is 20 SPF. Of SPF 20. Sowieso gaan we vandaag lekker in de tuin zitten ook. Dus ik doe niet te veel poespas op. Dus eigenlijk de routine die ik nu opdoe. Is dan zeg maar normaal gesproken net eventjes wat heftiger. Alright. Nou, deze is bijna op. Ik had al een nieuwe gekocht. Dit is de Miracle Second Skin Hydrate, Hybrid Foundation. En die is van Max Factor. Die kan je gewoon bij Kruidvatten zo kopen. Dus ik was echt blij dat toen de lockdown was dat Kruidvatten zo open bleef. Ik heb Golden Medium 06. En die werkt voor mij echt top. Nou, dan doe ik die normaal gesproken wat meer op. Maar ik verdeel het nu eventjes een beetje neutraal. Dan deze concealer. Nou ja, dit is dan eventjes de nieuwe variant. Hier staat tenminste nog wat tekst op. Ik heb deze in de kleur Buff. Dit is de Instant Anti-Age Eraser van Maybelline. Dit is echt die hele bekende concealer. Die doe ik een beetje hier zo. Eigenlijk wil ik hem nu ook niet te dik opdoen. En die doe ik ook een beetje boven mijn oog. Wenkbrauwen doe ik met deze... NYX Eyebrow Powder. En dit is volgens mij de donkerste variant. En dan gewoon met een korstje. Poeders kan je net even wat subtieler verspreiden dan wanneer je andere dingen op je wenkbrauwen doet. Kijk, dit is dan het verschil. En dan doe ik een beetje oogschaduw op. En dan van de Date... pak ik altijd deze twee kleuren. En als ik echt een avonddoek wil doen, doe ik ook deze. Maar meestal blijf ik eigenlijk of bij die alleen of bij deze twee voor overdag. Deze is van Charlotte Tilbury en hij heet Pillow Talk. Davy? Nee. Die doe ik een beetje in mijn arcadeboog. Een beetje overal. Hé, ja, ik denk dat ik het nu gewoon bij die lichtste kleur hou. Ik ga niet all the way vandaag... Normaal gesproken doe ik zeg maar ook die iets donkerdere kleur erin. Qua mascara gebruik ik de Sky High van Maybelline. De Lash Sensational Sky High. Ja, die werkt voor mij echt top. Die heb ik dus al een tijdje. Die heb ik nu al een tijdje. En hij is echt... ja, hiervoor gebruikte ik natuurlijk jarenlang die andere van Maybelline. Maar deze die maakt je wimpers of zo net even iets langer. Als het kan. Ik weet niet. En ik doe dit alleen op mijn bovenwimpers. Echt, ik doe al een hele lange tijd
Ik heb bijna niks meer op mijn onderwimpers. Ik doe nu ook even geen eyeliner op. Zo, ik doe zo nog even een tweede laagje op. Dan heb ik qua bronzer, ja deze heb ik dus echt al heel lang. Het dekseltje is er ook vanaf, die heb ik hier ergens liggen. Hier. Deze is van Kiko. De Baked Bronzer 02. En dan de Summer Tan 2.0. En ja, dat is wel echt mijn favoriete bronzer tot nu toe. Verder gewoon hier. Als lipliner gebruik ik Rural van MAC. Rural. En ik mix hem met Spice. Waar is Spice? Spice is wat bruiner en Rural is wat paarsiger. Dus daarom vind ik die combinatie vind ik, mooi. Zo, dan is die net even iets warmer. En dan sluit ik hem af met deze Labello. Even kijken. Een soort van olie gloss. Die blijft echt de hele dag goed zitten. En dan heb je zo'n glow eroverheen. Oh ja, en nog een beetje Becca hier in mijn ooghoekjes. Hij is helemaal kapot, die van mij. Dus echt balen. Dus, dit is mijn look voor vandaag. Normaal gesproken dan doe ik dus ook nog die eyeliner die ik laatst had gehaald. Deze. Dit is de Blackmagic Cacao Edit. En dan de brown. Warm brown. Die doe ik normaal gesproken ook nog bij mijn ogen. Nou ja, eigenlijk alles gaat normaal gesproken een tikje heftiger erop. En Janae doet de lamp aan. Maar voor nu, weet je, we gaan vandaag gewoon chillen. Maar ik vind het altijd wel fijn om er enigszins verzorgd uit te zien. Mama, gaat je shirt? Heeft je shirt zit aan me afgekomen? Ja, die moet nog even zo. Koffie is inmiddels koud. Oh, nou is het nog warm. Nou, dan gaan we naar beneden. Ja. Wij gaan even lekker lunchen. Oeh, zo. Die zon, het is echt bloedheet. Ik heb een broodje met ei en hummus en rucola. En een beetje water. En Janae wilde een broodje met speculoos. Hè? Ik heb zo'n filter voor op mijn lens, want nu is het heel zonnig. Dus dan zet ik deze even erop. Ja. Zo, dan is alles net even wat minder overbelicht. En ik kan eraan draaien. Zo is het donkerder. Zo is het overbelicht. Zo is het een beetje goed. Ja, lekker hoor. Lekker in het water. Ila is er ook weer. Wat heb jij nou weer aan, Janae? Je bikini. Waar is je broekje dan? Nee! Niet doen, Ila, niet doen. Oké, kan ook zitten. Kom jij ook zitten? Veel te koud. 10 graden nu, hè?